heet Peter Pan in het Chinees. Peter Wok. Het is wit en het staat in een hoek. Een stoute frigo. Het is wit en het ontploft. Een bomkool. Oh, Doortje, kom. Vult jij nog maar wat cijfertjes in vooruit? Ai, en, meneer Boma, voelt u al een beetje beter zo? Hè? Jij ondankbare. Ik zal u nog eens een harmoniserende, revitaliserende massage geven om u op te beuren. Hè? Mij op te beuren? Dat kan alleen goederen. Oh. La soleil dans ma vie. Mijn hart klopt alleen voor haar. Als ik haar niet gauw terugzie, dan ga ik nog kapot als sagrada d'amour, zeg ik u. Oh, c'est ma... Wat is er nu toch zo speciaal aan dat mens? Goedelen. Dat is Veronique de Kok en Goedelen Liekens in één persoon. Oh. Ze... oh, zo schoon en zo puur vrouw. Zeg, meneer Bomen. Jij weet toch nog wel dat we dat contract voor de verkoop van het veld nog moeten regelen, hè? Niks van. Je hebt uw kans verkeken. Kom. Ja, copain, die verkoop gaat niet meer door, hè. Ik moet hier blijven voor Goedelen. Dat zeggen mijn verkoop al dan, zeg. Zeg, in Canada zijn er ook vrouwen, hè. En veel schoner dan hier. Madame Carmen, natuurlijk, hè. Je moet niet proberen om mij van gedachten te doen veranderen, hè. Ik hou mijn benen stijf. Nee. Dag, Fernand. Egoïst. Merci. Daar zijn we vanaf. Wie bent er dan? Que vais-je faire? Goedelen. Waar moet ik die nu beginnen zoeken, allez? Ja. Oh, ik zal eens in uw horoscoop kijken. Ja, ja, ja. Kom, laatste blad. Hè? Ja. Maagd. Ja. Oh. Mijn gedaan. Nee, zeg. Maar Vlaamse Goedelen de Kok met CQ van achter. Die zei... Project Waterbutten in... Guinea-Bissau. De droogte in het oosten van Guinea-Bissau neemt dramatische vormen aan. Zonder hulp dreigt een humanitaire ramp die vooral de Mandinka-bevolking treft. Antropologe Goedelen de Kok. Een antropologe, wat is dat? Leidt een project om waterputten te bouwen. Meer informatie op het nummer 047. Ik ga hem bellen. 703. Ja. Ja, voilà. Ik ga haar bellen. Ze zal blij zijn mij te horen. Ah. Ja, maar meneer Boma, ik denk niet dat dat nummer geschikt is voor liefdesboodschappen. Hè. Mijn gedacht. 1 compliment per dag houdt een vrouw aan de slag. Ja. Hallo. Goedelen. Ja, goeiedag. Het is Baldassar Boma hier. De PDG die je hebt ontmoet in de brocanterie van Kostermans Fernand. Ja. Hallo. Hallo. Kijk, die is zo zot van mij, hè, dat ze haar gsm afduwt van het verschieten. Ik ga nog eens proberen. Hallo, Goedelen. Ja, ik ben het hier weer. Nee, wacht. Ik ben voor zaken. Ja, want ik heb gelezen in de gazet dat jij geld zoekt voor dat project van dat mannekesvolk daar, hè. Maar ik wil helpen. Financieel? Bijbedoelingen? Goed, mevrouw de Kok, bijbedoelingen? Ik jamais de ma vie. Ja, dan krijg je dat, hè. Ja. Ja, maar Mark, dat is toch echt niet meer te doen. Allee, de hoeveelste keer is dat nu al dat we met het bolken in pan liggen? Ja, Bieke, je weet hoe gevoelig dat bolken is, hè? Met dat warm weer durft dat bijna niet meer buiten komen. Maar Ruk, ze hebben ons al 8 keer moeten depaneren deze maand. Ja? En we zijn nog maar de 15e. Ja, ja, maar deze keer gaan de takelkosten wel meevallen, hè, Bieke? Ja, dat is niet moeilijk. We stonden nog in de garage. Maar Ruk, dat bolken dat is versleten. We moeten dat wegdoen. Wat zeg jij nu? Schatteke, als het koffiemachine kapot is, dan koop je toch ook een nieuw? Hè? En dat bolletje wordt nu toch echt te klein, met ons Paulientje erbij. Denk eens na. Ziet je ons al op vakantie gaan? Met een reisbedje, een buggy. Pieke,
Ik doe mijn bolletje niet weg. Nu niet en nooit niet. Oh, Mark, begrijp je nu echt niet dat we... Nee, Bieke. Wat ik niet begrijp, hè, dat is hoe dat jij zoiets nog maar durft voor te stellen. Mijn bolletje blijft of ik laat mij scheiden. Zee. Wow, de papa meent dat niet. Nee. Oh. Meneer Boma, jaagt jij op een vrouw of op een olifant? Nee, het is belangrijk dat ze direct ziet dat wij dezelfde passie verdelen. Ja. La Bella Africa. Maar wat kent jij van Afrika, behalve een paar knappe negerinnetjes? Ja, een mens moet ergens beginnen, hè. Ja. Oh, wacht. Nee, niet doen. Ik heb iets veel beters. Dan met een blue Hawaii. Ja. Die succes gegarandeerd is. Mag ik goed? Ja. Wat is dat? Sexy beast, bij gedacht. Ja. Een hondenparfum. Ja, sinds dat ons neerroken dat gebruikt, moet ik alle teefjes in het park van hem afslaan. Mm-hmm. Ja, het is ook goed tegen wormpjes. Mm-hmm. Mm-hmm. Ja. Oh. Goedele. Voor u is nog altijd mevrouw de kok met CQ. Ja. Oh, het is mij een ware eer om u te mogen ontvangen hier in mijn nederige stulp. Ja, je vous présente ma personnel. Dat is ma secrétaire Doortje. En ma ménagère Carmen. Ce sont mes boys, quoi. Ofschoon het girls zijn. Ja, dames, je mag stoppen met werken en je mag naar huis. Hoor. Ah, ja, maar, vergeet uw sakos niet, gij. Maar meneer Boma, ik moet hem boven nee, nog doen. Moet je de boven niet in de slaapkamer op linker. Voor madame. Oh, nee. Een man alleen maakt niks vuil, hè. Voilà. Zullen ons al niet meer onder de voeten lopen. Voilà, ga zitten. Goed, mevrouw de kok. Mag ik offreren om op point te komen? Een mineraalwater, alstublieft. Water? Oh, kom, ik heb hier Cointreau, ik heb hier Napoleon Mandarin, ik heb hier Baileys. Nee, water is prima. Toch? U wou mij spreken over mijn waterputtenproject. Ja. Weet gij dat wij veel zaken gemeen hebben. Wij zijn alle twee zot van Afrika. Vandaar uw outfit. Ik dacht al dat u lid was van een carnavalvereniging. Ach, nee. Ik heb jaren gewoond in Afrika, tussen de wilde beesten en de indianen. In Afrika wonen geen indianen, hè, meneer Boma? Ja, toch wel, hoor. Waar ik was. Mensenhandel, hè. Sexy beast. Meneer Boma? Mijn odeur, mijn aftershave, een sexy beast. Ja, kunnen wij ter zake komen? Ter zake, ja, natuurlijk. Wel, uw project van de waterputtekes dus, hè. Ik vind dat een schoon project. Ja, en ik wil echt waar de kosten voor mij nemen. Hoeveel moet je hebben, hè? 50.000 euro, maar dat kan ik niet aannemen. U vraagt, ik schrijf, hè, bij gedacht. Boma is groot, hoor. Voilà. Weet je wat? U kunt misschien uw waterputtekes naar mijn naam noemen, hè. De Balthazar Boma Watergate, zeg maar. Ik zeg zo. Meneer Boma, u bent een echte mecenas. Pas op. Zeg, ik zal nog een keer een schoonzeste doen. Nee, maar ik bedoel dat u een echte weldoener bent. Ah, mecena. Ah, ja. Ik ga onmiddellijk naar de bank. En ik gedaan? Wat bedoelt u? Ah, wel ja. Je denkt toch niet dat ik aan alle vrouwen een sek van 50.000 euro geef? Krijg ik nu geen snoepje? Ik dacht dat u geen bijbedoelingen had. Natuurlijk niet. Maar voor zo'n check, daar mocht je mij toch een keer tegen uw schone boezem voortrekken, hè?
Zelfs al zou ik dat willen, wat absoluut niet het geval is, hè, dan zou ik het waarschijnlijk niet overleven door die stankwalm die rond u hangt. Dat is precies verse neushoornurine. Pas op, hè, want ik ga de check terugvragen. Hè. Ah, u wil de Mandinka van dorst laten omkomen gewoon omdat ik u niet tegen mijn boezem wil drukken. Oh, nee, man, nee. Man. Weet je wat? Ik zal het u gemakkelijk maken. Ik wil u niet meer horen, ik wil u niet meer zien en ik wil u vooral niet meer ruiken. Voilà. Zo'n schoon vrouw. En zo'n karakter. Maar het heeft wel geen smaak. En madame moet niet denken dat ik deze keer ga toegeven, hè? Jongen, denk ook eens aan de veiligheid van ons Paulientje. Stel dat je een accident hebt. Ja. Dat is vals spelen, ma. Ja. Maken, laat hem. Hij is toch niet voor reden vatbaar. Oh, zeg, zo gedoe voor een sardineblik op wielen. Hela, pas op, hè, jij. Pas op, hè. Gemak, hè. Nee, niks op mijn gemak. Het is oorlog. Wie tegen mijn bolken is, is tegen mij. En die krijgt met mij te doen, hè. Oh, allee, maar kom, je bent zat, jongen. Nee, Xavier, nog een chocomel. Ja, ja. Oei. Mark Vertongen? Ja, ja. Oei. Ja, 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 oké. Okay. Ik begrijp het. Ja, ja, dag meneer. Ja. Oei. Schatje, wie was het? De garagist Bieke. Mijn bolken is niet meer te repareren. Het is alleen nog goed voor het autokerkhof. Oh. Ja, meneer Bieke. Pascal, mijn merk! Nee, mama. Mijn bolken is dood. Ben ik in een ander gegaan, ondersnotteren en kieken. Zeg, maar wat is er met uw broek gebeurd? Madame, met het sexy beast. Ja, alle honden uit de buurt moet ik van mij afslaan. En goedelen gaat van mij lopen. Ja, het zal wel zijn omdat jij u weer niet hebt kunnen inhouden. Hè? Ja. Ik ben ook maar een mens, hè. Ja. Ik zal haar nog wel krijgen, je zult wel zien. Ja. Denkt jij dat Goedelen nog bij u zal willen langskomen? Als zij niet naar mij komt, kom ik wel naar haar. Ja. Ik weet alleen niet waar dat ze woont, of waar dat ze werkt. Mevrouw de Kok, die heeft vanavond een lezing op de UNIF over het matriarchaat op de Bolamba-archipel in Guinea-Bissau. Ga er naartoe. En dat zijn jij nu pas. En om hoe laat begint dat spel? Om 8 uur. Ik zal er zijn. En Goedelen wordt er bij. Hij heeft het flink te pakken en wil zijn broek al laten zakken. Balthazar, zorg dat je het deze keer niet verbrot, hè. Trek het er niet aan, voorzitter. Als het niet lukt met die Goedelen, er zijn nog teefjes genoeg die je wel zien zitten. Nou, zeg Vos, hoe zou dat eruit zien, ze? Voilà. Dan gaan we in een droom, hè. Ah ja, Boma wil het niet verkopen en meneer is verliefd. En hij wil dus in België blijven, hè. En het schoonste van al is, die vrouw moet van hem niet weten, hè. Oh, nee? Dat hem dan maar oppast. Want de politie draait er hem nog achter, hè. Ah, ja. Voor stalking. Stalking? Stalking. Ja. Nee. Ja. Nee. Louis Zakke, mijn vorige buurvrouw, die had zo'n stalker, hè. Ah. Die liet daar geen moment meer rust, hè. Oei. Oende, die stuurde brieven, cadeautjes, die belde om de 5 minuten, hè. Had zelfs al een gat in zijn muur geboord om in haar badkamer binnen te kunnen gluren. Oh, leuk, ja. De politie dan erbij gehaald, als proces van gekomen, 3 maanden gevangenis, hè. Goh, zeg, als dat met Boma iets zou kunnen gebeuren, zeg. 3 maanden gevangenis wegens stalking. Dat zou fantastisch zijn, hè. Nou, dat is helemaal niet fantastisch, Fernand. Man. Dat is serieus afgezien. De matriarchale maatschappij die we terugvinden bij de stammen in de Bolama-archipel staat in schril contrast met de gebruiken die bij de Mandinka en de Fula-stammen heersen. Daar mag een man 4 vrouwen hebben die voor hem moeten werken en koken. Dat is goed gezien van die mannen. Terwijl de vrouwen in de Bolama-archipel zelf hun echtgenoot kiezen die niet mag weigeren. Mijn gedacht. Dat zouden ze bij mij niet moeten proberen. Maak u geen zorgen, meneer. Er is niemand die dat met u wil proberen. Dan zou jij nog zo wat staan zien.
Pardon? Hoeveel van die chocolade madame voor mij zouden kiezen? Ja. Ah, wel, dan stel ik voor dat u onmiddellijk naar de Bolama-archipel verhuist. Dan is iedereen blij. Behalve u, want u zou de man van uw leven missen. Kom, meneer Boma, we gaan naar huis. Kom. Ik hou van u. You're the one that I want. Oeh, oeh, oeh. Ja. Oeh, oeh, oeh. You're the one that I want. Oeh, oeh. Ja. Meneer Boma, genoeg! Ik ken haar goed. Ik ken haar goed, zeg ik u. Ik hou van u. Ze hebben zijn pak niet meer op, hè? Uw smug heeft de pik op mij, zeg ik u. Zeg, heb jij jezelf nu al eens bezig gehoord? Maurice kan niet verdragen dat ik gelukkig ben, voilà. Dat kan een vrouw af. Die heeft jij. Een goede. Hey, waarom gaat hij naar die lezingen? Balthazar, ga naar huis. Je weet niet meer wat je zegt. Ja, kom dan, Pascal. Ja. Ik zal hem wel naar huis brengen. En hey, meneer Bommel, we gaan naar huis. Hey, ja, merci, Maurice. Het is Fernand. Ja, het is Fernand. Hé, hey, daar. Ik heb mijn zakken gevallen diep. Jongen, ik zal wel alleen naar huis gaan. Want ik ben bloed. Tegen dat ik thuis kom. Oh. Hier, schattekje. Zo, zeg. Allee, eet een beetje. Ik heb geen honger. Als ik eraan denk dat straks mijn lief klein bolletje gaan vermorzeld worden door een beul. Niet aan denken. Hè? Hier. Help mij liever een beetje kiezen. Dat gaat uw gedachten wat verzetten. Zo. Wat vind je van deze? Bieke, hoe kunt jij nu al aan een nieuwe auto denken? Ons bolken is nog maar juist. Schatteke, het leven gaat voort. Hè? En hoe gaan wij anders op vakantie gaan? Te voet? Zet je dan vergeten wat voor mooie momenten wij in dat bolken hebben meegemaakt, Biek? We zijn erin getrouwd. Paulientje is erin geboren. Maar natuurlijk ben ik dat niet vergeten. En uw bolken, dat gaat verder leven. In onze herinneringen en in ons hart. Hm? Allee. Gaan we nu samen de folders doornemen? Kijk. Wat vind je van deze? De auto is niet zo groot, maar de koffer is heel ruim. Hij is heel zuinig in verbruik en het servostuur geeft... Ik ga mijn bolken nooit meer terugzien. Zo vroeg. Ik wou meneer Boma zien, maar hij slaapt. Ah. Dus ik kan nog een andere keer terugkomen. Ik zou mijn bootjes daar niet op de week leggen. Dat muziekje, dat ken ik. Dat is hetzelfde als Boma zijn geest. Dat is een toevallig. Ja. Dag, dat Carwen. Moet jij niet opnemen? Nee. Dat spreekt in de klok, hè. Ah. Maar ik weet hoe laat het is, hè. Ja.
toch erg dat meneer Boma die godelen altijd lastig valt, hè? Komt gij vanavond proeven van mijn lekkere worst? En uw bericht verzenden, voilà. En dan gaan we natuurlijk een bloemetje sturen, want meneer Boma is natuurlijk een gentleman, hè? Hallo, bloemenkijn. De wat is er Boma hier, hè? Wil je een keer een bloemenkeken roze sturen naar mevrouw Goedele de Kok met CQ? Ja, Walse Kei 40. Hé, kaartje. Wanneer mag ik uw bloemenke plieken? En dan ben je een ander onder natuurlijk, hè? Ja, dank je wel, hè. Oh, daar is al. Daar is al. Hallo, Balthazar Boma, PDG van de Boma-vleesindustrie. Meneer Boma, nu is het genoeg geweest, hè. Laat mij gerust. Oh, maar ik kan u niks beloven, hè, chérie, wat jij zei. Mijn amour me te zeur, mijn gedag. Stop maar met de stalken of ik stuur de politie op u af. Stoppen? We zijn nog maar pas begonnen. Niet bericht. Stalker zijn, dat is plezant. Hey! Man. Goedemiddag. Kan ik u helpen? Ja, wij willen een auto kopen. Ja, nu dat we een kindje hebben. Had u al iets in gedachten? Nou, hij moet vooral groot zijn, ruim, praktisch. Allee, ja, een gezinswagen. Dan heb ik exact wat u zoekt. Kom maar mee. Voilà, dit is een zeer ruime auto met een mooie binnenbekleding, frontale airbags, opbergruimtes in de voorste deuren en opbergkoffers aan de voeten van de passagiers. Ja, ja, dat lijkt mij wel wat. Mark, wat vind jij ervan? Zo grijs en uitgerokken. Mijn bolletje, dat was klein en lief en schattig. Uw bolletje? Ja, dat is zijn vorig autootje. Hij heeft daar nogal een speciale band mee. Ja, maar één rit in deze topauto en u bent uw bolletje volledig vergeten. Vergeten? Ik ga mijn bolletje nooit vergeten, oké? Okay? Mark! Het ligt nogal gevoelig. Ik merk het. Ik heb nog andere modellen. Volg maar. Nu is het gedaan, hè. Voilà. Dit is een super aanbieding. Een 2-liter motor? Nee, niet vrolijk genoeg. Weet je, als ik 's morgens wakker werd, hè, dan lachte mijn bolken naar mij. Mijn man is nogal veeleisend. De volgende. Wat vindt u van deze? Servostuur, airco, parkeersensoren. Zo modern, zo efficiënt. Dat gaat dus nooit klikken tussen ons, hè? Maar ik nu is genoeg. Allee, te groot, te modern, te donker, te ruim. Weet ik eigenlijk wel wat je wilt? Ja, ik wil mijn bolletje terug. Schat, ik wil mijn bolletje terug. Ik wil mijn bolletje terug. Ik wil mijn bolletje terug. Marie-Louise gaat op en hier ze gaat dwars door de woeste woestijn. Allee, kijk, ben als dat blijft. Ga eerst in de living. Ik word zeer ziek van u, Marie-Louise. Je hebt chance dat ik zo'n flexibel kuisvrouw ben, hè? Allee, een optimist. Die gaat niet op thuis. Hier. Heel goed tegen de hoofdpijn, hè? Ja, want... Is het zo erg geweest met Goedele? Oh, het water is veel te diep voor ons, hè. Ik moet die uit mijn gedacht zetten, mijn gedacht. Op die. Oh, die daar. Ja, c'est pas vrai, hè? Wat, hoe zoekt jij iets? Ja, met een gsm heb jij die niet gezien. Nee, maar je hebt hem misschien in uw auto laten liggen of in het café. Ja, dan zou Pascal het toch hebben laten weten, zeker. Ha! Madame de Kok, ik had u niet verwacht hier vandaag, naar gisteravond. Ik ben blijkbaar niet duidelijk genoeg geweest. Maar wie niet horen wil, die moet voelen.
Salut. Sorry, vergeet de water te geven. De piek. Hallo, mijn Balthazar Boma. Wat ziet u? 10 kilo worsten bestellen. Zeg, zijn jij een leven beuk of wat? Je bestelt die toch beter ergens anders? Die van mij zijn puur vergif. Ja, tot genoegen. Man, man, man. Dat is goed cadeauke. Voor de goedele. Oh, ja, ja. Hallo, taxipost. Wilt u een spoedbestelling komen afhalen bij Fernand Kosterwas? Dank u. Man, man, man. Ja, maar na veel vijven en zessen hebben we uiteindelijk toch een auto gevonden die Mark aanstuurt. En morgen mogen we hem al gaan halen. Ah, zeg, en waar is uw gespierde stilo nu? Ah, geen idee, nee. Hij zei dat hij nog iets heel belangrijks moest regelen, maar ja, dat weet ik niet. Hey, schatje. Hey? Wat is dat? Ah, Bieke, dat is nu het stoffelijk overschot van mijn bolletje. Ja. Ja, ik ben dat gaan vragen op het autokerkhof. Als herinnering, hè. Ja. Wat gaat je daar nu mee doen? Hè? Begraven? Ja. Meneer Paul, ik ga dat in onze loft zetten. Dan is mijn bolletje voor altijd dicht bij mij. Ja. Jij meent dat? Ja, Bieke. Zoveel plaats neemt dat toch niet in? Kijk, ik heb zelfs een gedenkplaat laten maken. Mark, ja. Wanneer is de koffietafel? Hoi, de koffietafel. Ik ben dat vergeten te regelen. Die rozen, maar goed, hè? Ik voel mij precies de cactus. Een goede middag. Ah, wel, Doortje. Wat heb jij nu bespruteld? Meneer Boma, zou u zo vriendelijk willen zijn met ons mee te komen naar het bureau? Ja, waarom? Heb je een vierde man nodig op de kaarten? En dan kom ik, Jos. Ja, en een hele geestige Pol. Er is tegen uw persoon een klacht ingediend wegens stalking. Vanwege een zekere mevrouw de Kok. Met CQ. Met CQ. Dank je voor de inlichting, Jos. Oh, maar dat is graag gedaan, Pol. U wel bekend, neem ik aan. Ja, maar ik zit daar voor niks tussen, hè. Mogen wij gsm even zien? Wel, graag, maar ik ben hem kwijtgespeeld, hè. Ja, ja. Dat is wel heel toevallig, Jos. Juist nu dat mevrouw de Kok... Met CQ. Ja, met CQ, dat weten we toch, Jos. Oh, maar het is daarom dat ik het nog eens zeg, Paul. Dat mevrouw de Kok dus bestookt wordt met sms'jes van u en tweeën. Sms'jes van mij? Dat kan niet. Dat moet een vergissing zijn. Sorry. En die cadeautjes dat je haar stuurt, dat is ook een vergissing, zeker? Cadeautjes? Pak we mee, Jos. Kom, we pakken hem mee. Kap, pak hem maar mee, ja. Kap. Pas op. Voorzichtig. Ja. Voorzichtig. Juffrouw. Dag, Paul. Die Jos. Oh. Bon, meneer Boma. Om 9:08 komt ge vanavond eens proeven van mijn lekkere worst. En om 9:13 stuurt ge poesje stoei, mijn selder staan in bloei. Meneer is al vroeg bezig zijn dan, of is Jos? Oh ja, maar dat is een hobby, Paul. Dat is een hobby. Om 9:37... Ik heb die berichtjes niet gestuurd, zeg ik u. En hier, wat is dat dan? Die lingerie. Moet jij de lingerie? Een kampeertent bij je tijd. Nou, dus meneer beweert dat die lingerie niet van bij hem komt. Papa, zelfs Balthazar Boma kent geen grenzen, hè? Ah, wel. Ik dacht dat jullie Boma gingen oppakken. Oh, maar dat is gebeurd, madame de Kok. Dat is gebeurd. Je gaat er geen last meer van hebben. En waarom krijg ik dan 5 minuten geleden nog een sms van die psychopaat? Ik, de psychopaat, mijn gedacht. Ja, maar dat kan meneer Boma niet gedaan hebben, hè? Ah ja, nee, want hij zat hier. Nou, dus kan hem niet gedaan hebben, hè? Ah nee, want hij zat hier. Ik zeg het u, mijn gsm is gepikt. Iemand anders stalkt u, hè?
en ik was mijn voeten in onschuld, voilà. Ja, gezien de nieuwe verwikkelingen... ...zullen wij u moeten laten gaan. Maar we houden u in het oog. Goed gezegd, Paul. Je hebt een goed gedacht van mij, mevrouw de Kok, met CQ. Als Balthazar Boma u lastig valt, dan doet hij dat open en bloot, hoor. Ja, maar dat kan ik toch niet weten? Gelijk jij u hebt misdragen de laatste dagen. Ja, omdat ik zot sta van u. Hey, maar krijg ik al stank voor mijn dank, hè, dat ze mij hier geboeid binnenbrengen, hè? Gelijk de meeste beste mafioso. De enige misdaad die ik bega is... Ik hou van u. Shame on you. Ik had nooit de bedoeling om u om te rekenen. En je moet nu niet afkomen met uw schone woorden. Vetzak. Ja, maar ja. Hey, ik, Balthazar Boma, een PDG, behandelen als een crimineel. Kun je dat begrijpen? Als het om uw worsten gaat, wel. Maar in dit geval... Ik snap toch niet dat ze u nu al gelost hebben, hè? Maar ze konden niet anders, hè. Ik ga naar Billy. Alibi. Maar dat zeg ik toch. En ik zeg altijd, waar rook is... Maurice. Daar staat zeker een barbecue. Dat zou ik niet. Zeg, maar voorzitter Kok, wie heeft er dan toch uw gsm gestolen en die berichtjes in uw naam verstuurd? Fernand? Ja. Ik heb vanmorgen Fernand betrapt in uw bureau. Oh. Ja, en hij zijn een gsm had hetzelfde vettig muziekje als dat van u. Ja. Zeg, maar wat heeft Fernand daarbij te winnen? Maar die hoopt natuurlijk dat Goedele u afwijst. En dat Boma naar Canada vertrekt. Ah, ja, maar en dan komt Fernand ons veld. De Judas. Ik ga dat voor de marchand een keer gaan stalken. Nee, wacht. Ik weet iets veel beters. Ah ja? Schepen Verhoeven. Wacht, hè. Welk berichtje kan ik daar naar sturen? Hè? Kont. Bericht van zo'n woord. Oh. Hey, onbekend nummer. Hallo, Balthazar Boma, PDG van de Boma Vleesindustrie NV. Met wie heb ik daar mee gedacht? Kijk maar eens achter u. Politie. Politie, maar uw vriend is Jos. Absoluut, Paul, absoluut. Stalker, ze zijn betrapt. Dat stalker, dat was maar om te lachen, hè? Zie je mij lachen? Nee. En dat is bewijsmateriaal, Jos. Absoluut, alstublieft. Dank je, Jos. Kom maar eens mee, kom. Ik heb het een en ander uit te leggen, denk ik. Kostermans, het is nu wel mislopen, hè, met mijn goederen. Maar toch, blijf ik in België, hè. Alleen al om u te kunnen koerderen. Man. Kom. Ja, miserie. Mensen, ik geef een tournee-generaal op de goede afloop. Pintenbakken. Hey. Nee, Xavier. Nee, niet pakken. Tappen. Hoi. Is Mark jullie nieuwe auto nu gaan halen dan? Ja. Oh, fantastisch, hè? Eindelijk een grote auto. Ik ga nooit meer moeten stompen om alles ingeladen te krijgen. Ik ga plaats hebben voor mijn benen. Allee, waar blijft hem nu toch? Ja, misschien vindt hij het stuur niet, hè, in zo'n grote auto. Ah, dat zal hem zijn. Nee, kom mee, kom. Ja. Ja. Goed zo. Is dat uw grote auto? Amai, jij kunt ook nogal overdrijven. Mark, waar is onze auto? Hier. Nee. De auto die wij samen gekocht hebben. Oh, die auto. In de garage. Ja, maar... Ja, Beke. Die was toch veel te groot. Ja, en toen zag ik dat bolletje hier aan de kant van de weg staan. En dat lachte naar mij. Nu, pas op. Het is wel geen nieuwe, maar hij rijdt nog. En hij is veel goedkoper dan die andere auto, hè. Goed, hè. Allee, kom.
Bieke, wil jij een depanneur? Klasse man, verticaal mijn gedacht. Entrez. Mevrouw de Kok. U durft nogal. U wagen in het hol van het episcopaat. Jij komt mij nu een beetje stalken, zie ik. Ik zal direct de politie bellen, mijn gedacht. Ik heb mij vergist. Dat is een kleinigheidje om het goed te maken. Mijn gedacht. Ik denk dat die geur beter bij u past. Wat is me dat voor bleekwater? Dat is wel een van de meest exclusieve aftershaves op de markt, hè? Zelfs een lomperik als u zou dat moeten kunnen appreciëren. Oh, ik ben een lomperik. Bon, ik kan misschien wel een lomperik zijn, maar ik ben tenminste de echte vent. Iets waar dat jij schrik van hebt. Wat? Schrik? Van u? Ja, je hebt schrik van mij. Want jij stuurt de politie op mij af. Meneer Boma. Ik heb oog in oog gestaan met een razende neushoorn. Ik heb tussen de krokodillen gezwommen. Ik heb 2 maanden vastgezeten in een burgeroorlog. Als er iets is waar ik geen schrik van heb, dan bent u het wel. Dan heb je schrik van uw eigen hart. Allons-y, goedelen. Dat is zot van mij. Want je koopt mij een cadeau. Trekt wel op niet veel, maar zwart. Dat was om mij geweten te sussen, maar achteraf gezien had ik mij de moeite kunnen besparen. Vaarwel. Voilà, je loopt weer weg, bange kip. Je bent de meest onmogelijke vent die ik ooit ben tegengekomen. Als je niet bang bent, proef veel, hè. Geef mij een kus. Wat? Uw kussen? Voilà. Bange kip. Ik ben niet bang van u. En ook niet van mezelf. Ik wil gewoon op geen enkele manier fysiek contact met u. Parole. Eén kus. En je bent vergoed van mij vanaf. Bange scheet. Ik ben niet bang. Wel eens. Ah ja? Amai. Dus, ben ik nu voorgoed van u vanaf. Dag, mevrouw de Kok. Goedelen, zijn er nu voorgoed van mij, vrouw van mijn leven. Mijn gedacht.